In deze video laten we zien hoe je radiatorfolie plaatst. Dit helpt om warmteverlies te verminderen en de stookkosten te verlagen. Voordat we beginnen, bekijken we eerst wat we nodig hebben. Natuurlijk radiatorfolie, aluminium tape, een schaar, rolmaat, een stift en een rechte lat of waterpas. Meet de hoogte en breedte van de radiator waar je de radiatorfolie wil plaatsen. Haal 7 tot 8 centimeter van zowel de breedte als hoogte af, zodat de folie niet zichtbaar is. Deze radiator is 80 centimeter, dus we tekenen af bij 72 centimeter. De hoogte is in dit voorbeeld precies goed. Knip nu de radiatorfolie op maat. Meet vervolgens hoe diep de beugels zijn vanaf de bovenkant van de radiator. Meet ook hoe ver deze van elkaar staan. Markeer deze afstanden op de radiatorfolie. Doe dit 2 keer. Aan de bovenkant houden wij 7 cm afstand van de rand. Trek de lijn door en knip de 2 inkepingen. Controleer vervolgens of de radiatorfolie past. Past die? Dan door naar afplakken. Plaats de radiatorfolie met de glanzende kant naar boven gericht op de grond. Bevestig als laatst aluminiumtape voor de helft op de zijkanten. Til deze voorzichtig op en schuif hem achter de radiator. Duw de tape goed aan tegen de muur. Radiatorfolie plaatsen. Zo doe je dat.